Welkom terug op de Beatrixsluis. 3 weken geleden waren we hier ook al bij het inhijsen van de 2 eerste deuren van de Beatrixsluis. Vandaag is de 3e aan de beurt. Zoals je ziet zijn we al bijna op diepte. De deur hangt momenteel in de ballast, dus in de kraan. We laten hem telkens kleine stukjes zakken totdat hij het water raakt. Als hij eenmaal het water heeft geraakt, moeten we wat water bijpompen zodat hij verder kan zakken. Om uiteindelijk te belanden op de onderrolwagens. De 2 karretjes die we op de rails onder het water hebben gestaan. Waar uiteindelijk de deur op komt te rusten, zodat hij mooi in en uit kan rijden. We zijn vanmorgen vroeg begonnen om 7 uur en we hopen vanmiddag om 1 uur of 4 klaar te zijn met deze operatie. De deur is 28 meter lang, 14 meter hoog en maar liefst 6,25 meter dik en heeft een gewicht van 490.000 kilo. Een hele hoop belangstelling, vandaag ook weer helemaal top, want daar doen we het ook voor, hè? Niet alleen voor ons, maar ook voor de mensen om ons heen. Nou, hier word ik vrolijk van.